De Nederlandse ambassade tast in het duister als het gaat om de zaak rond activist Asawini Edenburg, die het land is uitgezet, zei de ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, vandaag. Woensdag zei de minister van Defensie ook niet veel te weten over de zaak, terwijl haar collega Kenneth Amoxi eerder in de media bekende dat de zaak niets te maken heeft met de cyanide-kwestie in het district Brokopondo. De vrouw zou zijn uitgezet omdat ze staatsgevaarlijk zou zijn. Van der Zwan zegt dat er nog geen antwoord is gegeven op de diplomatieke nota van de ambassade waarin om opheldering is gevraagd. Wij kregen te horen via de media, we hebben dat niet vernomen van de Surinaamse autoriteiten, dat een zekere mevrouw Edenburg zou zijn opgepakt en in detentie genomen zou zijn. Toen hebben wij veel moeite gedaan om te achterhalen of het bericht juist was. We hebben ook getracht te achterhalen waar ze zat. En begin vorige week kregen wij te horen dat ze in het politiebureau Geiersvliet zat. Tot twee keer toe hebben wij getracht daar naartoe te gaan en contact met haar te zoeken. En toen wij daar kwamen, de tweede keer, bleek ons dat zij was verdwenen. Was meegenomen door de Surinaamse justitiële autoriteiten. En met onbestemde betrekking was vertrokken. Met onbekende bestemming was vertrokken. Dat was voor mij aanleiding om per diplomatieke nota officieel aan te vragen naar de verblijfplaats van deze mevrouw. En nou, toen bleek ons achteraf, ook dat hebben wij niet via de officiële kanalen gehoord, maar toen bleek ons achteraf dat ze in Cayenne zat. De gang van zaken rond de begeleiding van Asawini door de justitiële autoriteiten vorige week naar Cayenne bevreemde ambassade. Van der Zwan zegt dat het normaal zo zit dat wanneer de justitiële autoriteiten een Nederlandse staatsburger oppakken, de ambassade officieel in kennis gesteld moet worden. De gelegenheid wordt dan ook geboden om consulaire hulp te bieden aan de Nederlandse staatsburger in kwestie. Dat is de regel zoals die bestaat op basis van allerlei internationale verdragen. En dat is in dit geval niet gebeurd. Ik ben verbaasd dat Suriname niet conform het verdrag van Wenen heeft gehandeld. Dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Ik heb geen stukken gekregen. Ik heb helemaal geen stukken ontvangen. Tot nu toe, de dag van vandaag, niet. De ambassadeur zegt dat de beoordeling van Asawini als te zijn staatsgevaarlijk een beoordeling is van de Surinaamse autoriteiten en hij daar geen reactie op kan geven. Van der Zwan zegt nog steeds het verzoek af te wachten om per diplomatieke nota geïnformeerd te worden over de zaak Asawini.